Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag is het vrijdag en ik ben nog even lekker in mijn pyjama. Ik ben even het huis aan het opruimen, wasje aan het draaien, et cetera. En Levi is 2 dagen geleden 1 geworden en dat gaan we morgen klein vieren. Gewoon echt alleen maar met een paar mensen, maar ik ga het wel lekker leuk versieren en wel gewoon lekker taarten besteld en zo. Dus die komen allemaal wel lekker binnen. Vanavond wordt het al versierd, ga ik aan jullie laten zien wat ze ervan gaan maken. Ik wil jullie in deze vlog ook even een update geven over mijn huisje. Of ons huisje. Het is niet af, nog steeds niet. Alles is gewoon echt vertraagd. Ik woon hier dus al sinds september en we hebben nog steeds geen keuken, moet je nagaan. En we hebben wel een keuken, maar gewoon een oude keuken, wat ik gewoon echt ranzig vind. Dus daar moeten we ook nog even op wachten. Echt bepaalde dingetjes waar we gewoon nog op moeten wachten. Maar ik ga jullie wel gewoon even lekker een update geven in deze vlog. En ik neem jullie ook mee met Levi's verjaardag dan, die morgen is. En ja, dat eigenlijk. Ik ga even snel opruimen en neem ik jullie mee weer in mijn dag. Zo, het is onderhand weer 5 uur en ik heb Rochelle even opgehaald. Die gaat me helpen met opruimen. Althans, we hebben al enigszins opgeruimd. En er komen zo 2 meiden van CM Events. En die gaan dan hier, zeg maar. Oh, scherp stellen. Gaan hier, zeg maar, dit stukje versieren. En de woonkamer ziet er nu zo uit. Ik heb trouwens mijn huis ook helemaal niet laten zien, maar dit is wat het nu is. Ik wil dingen voor de ramen, die zijn onderweg, dus die komen binnenkort. Ik wil nog een paar leuke kussentjes voor op de bank. Ik wil die wal behangen hebben, denk ik. Daar ben ik nog over aan het twijfelen. En verder komt hier een hele nieuwe eettafel, die komt volgende week binnen. Mijn stoelen die heb ik binnengekregen, die zijn van Rimmy Living. En deze vind ik echt heel mooi. Ze hebben ook verschillende kleuren. Ze hebben ook nog champagne kleur volgens mij. En ja, een beetje bruin volgens mij. Maar ik moet hem even op de website kijken. Dus dat zijn deze stoelen. Daar heb ik er 6 van. En die komt dan hier te staan. En verder heb ik nog wel andere leuke ideetjes voor de woonkamer. Maar dat is nu dus de woonkamer. En de gang hadden jullie al gezien. Ik heb trouwens in de vorige vlog gezegd dat ik die spiegels had. En die spiegels heb ik nu zo opgehangen. Want die waren dus eerst andersom. En die heb ik dus zo opgehangen. Het staat wel een beetje speels. En dan dit zo eronder. En dat was het. En in de voorgang heb ik van die planken die ik aan jullie liet zien. Het is nu een beetje troep, maar dit ervan gemaakt. Gewoon 2 planken. En aan de bovenkant ook nog een plank. En daar kapstokje. Die kapstokje was van Tweekamp. Dus dat. Oh ja, en wat ik ook nog wil laten zien is deze vis. Dit is Ruben. En Ruben is onze nieuwe aanwinst. Die heeft Levi gekregen voor zijn verjaardag. Omdat ik die heel graag wilde. En dit is Ruben. Oké, wij zijn klaar met opruimen. En de meiden van CM Event zijn er. Ze hebben deze allemaal naar boven gesjouwd. En dit is de before. En ik laat jullie zo meteen de after zien. Dit is de after. En ik vind het zo mooi. Echt heel mooi. Maar ik laat jullie zo meteen, morgen. Morgen laat ik jullie wel even zien met daglicht. Want nu het is het zo donker hier in huis. Maar het is echt, kijk hoe mooi. Ik denk dat Levi het heel leuk gaat vinden. Sowieso met al die ballonnen, toch? 10? Ja, klopt. En grappig. En nu hebben we daar zeg maar zo'n tafel. Dat wordt een soort van sweet table. Alleen die tafel is best wel klein. Het wordt een dingetje, maar dat komt ook wel goed. En ja, ik heb er zin in. Wij gaan verder opruimen, dingen hier klaarzetten voor morgen. En dan gaan we lekker slapen. En dan zien we jullie morgen. Doeg! Oké, Levi is wakker. En onze vriendje Jalief is er ook. En Levi gaat nu voor het eerst de versiering zien. Oh, mijn panty. Wacht. Ik wil echt zijn reactie zien. Wat mooi! Wat is dat mooi? Ja! Zo mooi! Beetje donker. En dat allemaal voor jou! Ga maar kijken. Is niet eng. Is niet eng. Ga maar kijken. Dat is Cookie Monster voor jou. Cookie Monster. Ja. Is niet eng. Kijk.
Kijk, ballon. Kom. Kom maar. Kijk. En een ballon voor Levi. Alsjeblieft. Hier. Hier. Ja, vind je het mooi? Ja, mooi geregeld. Hebben ze mooi voor jou gemaakt, hè? Kijk eens. Of wil je liever eentje in de lucht? Kijk. Alsjeblieft. Ook niet? Hier. Nou ja, zeg. Ja, kom maar halen. Ja, kom maar halen. Kom maar halen. Alsjeblieft. Wij hebben hier donuts voor Levi. En popcakes en een taart. We hadden twee taarten, maar die andere is iets mis mee gegaan. En cupcakejes. En woe, ik ben helemaal ingezoomd. Oh. En al deze lekkere dingen hebben wij gekregen van de Cake House. Maar ik ga sowieso alles wat wij doen, liever nee, wat wij hebben gekregen, ga ik in de beschrijving doen. Ik heb hier allemaal popcorn liggen en liever die altijd de hele tijd pakken. Maar dat gaan we niet doen. En verder, ja, had ik verteld, dit was allemaal gedaan door CM Events. En straks krijgen we nog een hele lekkere taart van een ander bedrijfje. Alleen, ik ben daar heel erg excited voor, omdat die zulke mooie taarten maakt ook. Ik vind deze natuurlijk ook heel mooi, maar toch andere soort taarten maakt zij. En die worden zo geleverd, dus die ga ik je straks laten zien. Maar dit is al echt heel leuk. Echt super leuk voor die kindjes. Mijn moeder is gekomen en ze heeft gevulde eieren meegenomen. En pasteitjes heeft ze laten maken. En lumpia's. Zo. Iedereen is weg van de familie. En wij zijn nu met een paar vrienden Turkse aan het spelen. Oude voetballer. Ja, echt oud. Waar speelde hij? Is goed bij Manchester United. Oké, volgende. Ja, goed wil het. Wat hè? Wie de fuck is dat? Wie is dat? Goed wil het? Wie is dat? Het programma die op nummer 1 staat in Nederland. The Voice, The Voice of Holland. Nee, op 1. Op 1. Nederland 1. Waar de nieuws altijd NPO 1. Hoe heet dat liedje die heel erg bekend was? Wat is het? Hallo, ik ben Levi. Ik ben 1 jaar geworden en ik ben een grote jongen. Nou, mensen, en Rodanja, als je dit ziet. We houden heel veel van jou en ja, Levi houdt ook heel veel van jou en ik ook. En dat ze altijd zo blijven en ja. Doei doei. Zeg maar doei. Doei mama. Oké. Het is vandaag alweer. Welke dag is vandaag? Maandag. Maandag. En dinsdag. We zijn alweer in de volgende week. Maar ik wilde dit nog even in de vlog zetten. Of in deze vlog gewoon erbij voegen. Maar ik ga iets heel leuks doen samen met Naomi.
We gaan namelijk voor het eerst hebben een rol in de serie. Kom, Voor het eerst hebben we een rol in de serie. En wij gaan hoer spelen. Huh? Dus we hebben allebei rode lipstift op, rode nagellak, bondjassen, hakken, panty met zo'n streep aan de achterkant. Alleen we moeten nog even wel even eten. Ik weet niet of we mogen zeggen welke serie, maar we moeten even eten. En Rachelle gaat voor ons even eten halen, want we kunnen natuurlijk niet zo naar binnen. We liepen vandaag de deur uit en iemand ging ons echt aankijken, Rach. Ja, vind je het gek? Hij ging kijken, toen reed hij verder, ging hij weer kijken. Ging hij weer kijken. Bijna vallen met scootertje. Van, wat zien jullie er raar uit? Maar goed, we hebben dus hele korte rokjes en zo aan. Maar ik ga jullie zo meteen ons outfit laten zien. We gaan even snel eten halen en dan zien we jullie zo weer. Wat ben ik wit in dit licht? Wow. Ja, dat is niet goed. Misschien moet ik jouw licht aan en mijn uit. Ja, dit... Nee, dit gaat echt niet goed. Dan kan ik niet in beeld. Weet je wat we moeten doen? Oké, we reden dus zo'n bepaalde weg op in Arnhem. En... Naomi heeft het helemaal warm gekregen. Helemaal paniek aan gewoon. We moeten nog even 10 minuutjes wachten voordat we kunnen beginnen. Heb je er zin in? Nee. Ze zijn allemaal met drones bezig en zo. Ze vindt het echt eng. Oké, word maar lelijk voor je volgers. Ik vind rode lippenstift zo fucking ordinair. Zo piep ordinair. Oh mijn god. Maar ik, aan de ene kant ben ik het wel gewend. Nou, vind je het lelijk bij mij of niet? Verschrikkelijk. Echt? Nee, bij jou staat het wel. Ja, omdat ik mijn lippen opgespoten heb. Nee, ik hou er gewoon niet van. Oké, daar ben ik weer met mijn tokkie hoofd en mijn tokkie outfit. Maar voordat ik de vlog wil afsluiten, dit einde is natuurlijk niet goed. We moesten uiteindelijk dus zo'n rol spelen als hoer. En dat is dus voor, niet voor een serie, maar het is een soort van docu. En ik kan er niet heel veel over vertellen. Het is best wel heftig, vond ik zelf. Toen ik toen mij verteld werd, zeg maar, waarvoor het nou eigenlijk precies was en zo. Ik schrok er wel een beetje van. Maar ik kan er dus niks over vertellen. Maar het was in ieder geval wel gewoon leuk om een keer gedaan te hebben. Ik kreeg wel een beetje flashbacks naar Temptation. Omdat je dan van voor, weet je wel, gefilmd wordt van ver. En van die kleine shotjes moet maken en zo. Dus dat was wel grappig. Maar het was gewoon heel leuk om te doen, leuke ervaring en misschien wellicht in de toekomst dat, we weer wat kunnen doen met z'n tweeën. Maar goed, bij deze wil ik de vlog afsluiten. Ik vind het in ieder geval wel weer leuk om het weer lekker opgepakt te hebben, de vlogs maken en de vlogs editen. En ook de reacties die ik op de vorige vlog heb gekregen, die waren ook echt super leuk. Dus bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Duimpjes omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. En zet even een reactie wat je ervan vond. En heb je wellicht tips voor leuke video's die je graag wil zien. Of dingen die je wil weten of wat dan ook. Zet het lekker in de reacties. Ik ga echt mijn best doen om overal op te reageren. Of stuur me gewoon lekker een DM via Instagram. Gewoon naar Kelsey. En dan komt het wel goed. Nou, bedankt voor het kijken. Doei doei!